Het is wat Romke. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is net 12 uur, ja. Nou, goedemiddag dan, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en mijn naam is Tieneke en ik ben van het kanaal Vloggende 50-plusser. Het is weer een grijze... Is het koud? Nee. Nee, het is niet koud, maar het is een grijze, druilerige dag. Chris heeft de... Formule 1 aangezet. Chris is bezig om een waterontharder te monteren. Ja, en wat gaan wij doen vandaag? Nou, ik ben een beetje aan het wassen en een beetje vlogs aan het kijken. En zo nu en dan even wat huishoudelijke dingetjes tussendoor. En nou goed, Chris is nou bijna klaar. Nee. Nee joh. Gisteren hebben we samen een beetje staan knutselen hier om slangen. Onder de vloer door en nou, ik heb zo goed als kwaad als kon heb ik geholpen. Voor zover ik er verstand van heb, ze nu dan de verkeerde tang aangeven of de verkeerde schroeven draaien. Maar ja, dat dus. En we gaan nou nog even een bakje koffie nemen. En ja, per ongeluk is van de week mijn vlog al online gekomen, wat niet de bedoeling was. Dus ik heb hem maar laten staan. En wat we morgen gaan doen, weten we nog niet. Ik ben toch heel benieuwd. Hoe het met André en Jannie is afgelopen. Of ze al klaar zijn met de Elfstedentocht. Of dat ze een pauze inlassen en volgende week weer verder gaan. Ik weet het niet. Goedemorgen, Ronke. Goedemorgen. Hé, hey, ouwe sok. Hé. Hey. Hoehoe. Hé, hey, skit. Hé, hey, schat. Oh jongens, deze hond wordt zo oud. André. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag en echt, het is morgen jongens. Ik vergis me niet. We zijn onderweg naar het Lauwersmeergebied. En dan gaan we eens even wandelen. Dus ik zeg nu dat we naar het Lauwersmeergebied gaan. Het kan onderweg zomaar veranderen, dat weet je me nooit met ons. Maar dat hadden we wel in de planning zitten. Dus eventjes... We zijn voor 2 jaar terug daar met de boot geweest. En ik kon zo heel mooi langs het Lauwersmeer wandelen op een mooi verhard pad. En omdat het natuurlijk wat regenachtig is geweest, moet je nou die bossen niet opzoeken, want dan word je hartstikke vies. Dat was het. Dat was de gedachte erachter. En dat zijn de plannen dus. En ja. Even uitwaaien, even genieten van deze zondag nog. En zien wat van de week nog brengt. Of dat het een weekendvlog wordt. Of dat het een weekvlog wordt. Ik weet het nog niet. Het zonnetje. En het zonnetje, ja jongens. Het zonnetje schijnt weer. Nou, we zijn gearriveerd. We zijn bij het Landel Greenpark Ezelstad. En hier is de dijk. Ja, het is niet warm. Dus we gaan hier lopen. En ik ben te licht gekleed volgens mij. Dus dat wordt lekker doorstappen, denk ik. Niet vallen. Hier kan Romke niet overheen. Oh, bah. Oh, we zoeken ook weer wat uit. Wat? Dit is echt een zandbak. Misschien hoe vies dit. Oh, moet ik er alsnog doorheen. Het lijkt wel klei, joh. Ik heb ook geen waterdichte schoenen aan. Ja, nou, ik ben hier al. Valt mee, denk ik. Sprengen. Kleine pot hier.
Nou, we zijn er. Wij zoeken ook weer een weg uit. En dat, dit is allemaal nieuw in aanleg, maar het is allemaal één dikke klei blubberbende. Nou, met de kou valt wel mee. Ik heb het niet koud. Dit is Ezonstad hierachter. Dat is een. Nou, dat is een Landel Green Parks gebeuren. En het heet Ezonstad. Het is allemaal. Het zijn nieuwe huizen. In oude stijl gebouwd. Dus het lijkt gewoon net of dat het een heel oud dorp is. Oud stadje, maar dat is het niet. Het is gewoon nieuw. Haventje aangelegd hierachter. Het is wat romke. En we gaan hier omhoog. Daar is het Lauwersmeer. Zo, we hadden even een buitje. We zijn even gaan schuilen daar bij een restaurant. Dat is een overkapping. Die was nog dicht. En we hebben even onder een luifel gestaan. Maar het is nou weer droog. Het waait lekker. Maar ik heb het niet koud. Daar hebben wij gevaren. 1,5 jaar geleden. Bijna 2 jaar geleden. Ik zie een regenboog weer. Daar. Eentjes. Zo, we zitten weer in de auto. En we zitten vlakbij Dokkum. Dus daar gaan we even de auto uit. Even kijken of we daar nog even wat kunnen wandelen. En toch een paar beste buitjes gehad, dat is wel jammer. Als mijn camera dan maar niet nat wordt. Ik heb net juist een tas bij me die niet dicht kan. Dat zul je net zien. Ik woon niet zo'n grote tas mee. Nou, we gaan bij Dokkum er even uit. Zo, we hebben net een lunch achter de knopen. En we lopen nog een klein stukje en dan pakken we zo de auto weer. En dan gaan we weer terug. Dokkum is zo mooi. En Romke heeft gegeten en heeft altijd wel iets meer energie. Maar hij loopt niet zo makkelijk op het moment. Dus.
heeft geen zin om mee te komen. Die ligt daar nu. Ga je mee? Kom maar. Kom. Kom op. Kom. Oh. Zo. Nou, heel eten zeker. Huh? Heel eten zeker. Oh. Nou. Kan geregeld worden, schat. Doe het meteen. Oh, die is bijna leeg. Nou. Alsjeblieft. Nou, lieve mensen, het is alweer vrijdag en de week is alweer omgevlogen. Ik heb niet veel gevlogd van de week, dus ik weet niet wat het geworden is. In ieder geval wel in het weekend dat we weg zijn geweest. Ik heb net vlog 250 online gezet en dat is de vlog met André van Duin en Jannie van der Heijden in Stavoren. Voor het programma Denk het aan Holland, waarin ze filmen dat ze met de Elfstedentocht bezig zijn. Ik hoorde toevallig van mijn tante dat vandaag ze gefinished zijn in Leeuwarden bij de Bonkerveert. Dus ik denk wel dat ze tussendoor dan een soort van pauze ingelast hebben. Want dat van Stavoren is alweer 2 weken geleden dat wij daar waren. Dus... Zo oud zijn die beelden alweer. Wat ik mij later realiseerde is die ijsbaan die ik gefilmd heb op het water. Daar waren bekende schaatsers aan het schaatsen. Dat heb ik nooit gezien. En ik ging wat meer informatie opvragen op internet over de musical De Tocht. En daar is ook een Facebook-site van. En toen zag ik een interview met Bob de Jong. En volgens mij ook een oudere schaatser nog die al gestopt is. Die was daar ook. En Bob de Jong was daar rondjes aan het schaatsen op die boot. Dus dat is wel, ja, dat is wel leuk. En ja, de musical De Tocht, die komt volgens mij volgend jaar. Ja, goed, ik werd even gebeld. Wat ik dus wou zeggen, ja, die musical De Tocht. Ik denk wel dat ik daarheen ga, of ik daarheen wil... ligt er natuurlijk even aan hoe het zit straks met de coronamaatregelen. Want er komt straks weer een persconferentie, denk ik om 6 uur, 7 uur. En daar willen we even naar kijken. Maar ik ga iedereen een heel goed weekend wensen. Bedankt voor het kijken. Stik een duimpje omhoog. Als je het een leuke vlog vond, abonneer je op mijn kanaal. Dat is die knop hier beneden. Of je gaat even op het eindscherm op mijn hoofd klikken. Dan kan je je abonneren. Dat is helemaal gratis. Ik had er ook weer een paar nieuwe abonnees bij. Dus welkom allemaal. Ja, heel fijn weekend. En graag tot een volgende vlog. Doei doei.